aanbeland bij een van de grootste petrolheads van Nederland. Wellicht ken je hem, Bernard ten Brinke. We hebben hier al een paar keer een leuke auto opgehaald. Het wagenpark staat hier achter mij. Ferrari Enzo, 660 pk. Mercedes CL65 AMG. Beetje getuned nog naar 700 pk. Cayenne Turbo Tech Art hebben ze ook 550 pk van gemaakt. Mercedes CLK DTM kennen we ook nog. En dit is mijn geliefde 911 Carrera S. Hartstikke leuk, maar het is de bezemwagen in dit gezelschap. En waarom laat ik hem zien? Nou, we gaan vandaag rijden met de allerdikste, snelste en duurste 911 die Porsche ooit gebouwd heeft. Oftewel, deze GT2. Het speelkwartier is begonnen. Ik ga naar de autobaan. Ik heb alleen nog een leuke camera-auto nodig. Bernard, kies jij even wat leuks uit? Hoe dit ding zichzelf afvuurt, dat is echt ongekend. Vooral in zijn tweede en derde versnelling ga je plankgas, dan komen die turbo's erin en dan is het gewoon opschakelen, opschakelen, opschakelen. Meteen zit je weer in de 7000 toeren. Het jammere is wel een beetje, als die auto zichzelf zo afschiet, dat je hoort die turbo's wel fluiten, zo. Maar emotie, echt die boxermotor, ja, dat hoor je niet echt. Dat was bij de GT3 RS toch mooier. Als 911-rijder heeft het interieur natuurlijk weinig verrassingen voor me. Al moet ik wel zeggen dat ik dat stuur van badstof en die pook, dat voelt heel lekker aan. De eigenaar heeft voor de rest alle opties weer eens aangevinkt. Dus navigatie, leer, alles is zwart leer, zelfs dit dak. Waardoor de totale prijs uitkomt boven de 300.000 euro op Nederlands kenteken. Standaard kom je uit op een dikke 260.000 euro'tjes. Trouwens, kennen jullie de camera-auto nog? Dat is een Mercedes CL65 AMG met 612 pk. Bernard gaat even naar de QuickFit nieuwe banden halen en wij gaan de autobaan op. De autobaan, eens kijken of wij die top van 329 kunnen aantikken vandaag. De eigenaar van Altijd Moois, die claimt dat deze GT2 het beste is wat hij ooit gereden heeft. En ik kan hem goed begrijpen als ik hier nu zie rijden, want qua wegligging, qua aanvoelen, safety van deze auto en het gemak waarmee het gaat, ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Ongelooflijk, dat gaat dit snel. Oké, LP640, dit niveau, daar praten we nu over. Goeiedag zeg. Woehoehoe. Hij rijdt dus nu continu 300, hè? Oh, Sanne. Man. Ja, dit is 911 rijden in een andere dimensie. Dit is de auto die gewoon net zo snel is als de drie keer zo dure Carrera GT. Dus dat zegt genoeg. Een goed moment om eens even naar het uiterlijk te kijken. Als we het hebben over de extreemste 911, dan hebben we het niet alleen over de prestaties, maar ook over het uiterlijk. Moet je eens kijken hoe ongelooflijk laag die bij de grond hangt. Ik denk dat je nou Almere binnen of Lelystad Centrum er niet mee binnenkomt met al die drempels. Koplampen zijn al redelijk modern. Die ledjes kennen we natuurlijk al van de turbo. En reken maar op dat straks alle 911's deze lampjes gaan krijgen. Ja, en die enorme splitters hier. Zie je nogmaals hoe ontzettend laag er is. Mijn vuist past er nog net onder. Niet fraai, wel nuttig is deze koordslip die hier hangt. Ja, die is nodig om alle frische luft erin te brengen. Maar ja, aerodynamica, niet mooi. Meest in het oog springt natuurlijk dit dubbele dienblad achterop. Ik denk dat er wel 68 champagneflessen op passen. Doe mij maar een glaasje trouwens. Zo, euro 100 in de Porsche. Red Bull Insured. Gas. Oké, bouwstellen voorbij. In z'n drie. 100 gas erop. Oh, wat slecht dat ding. Oh, 180. En 200. 240. En dat was weer een volgende versnelling. Het gaat zo snel. En ik pak hem nu weer op. 270, 275. Remmen. Wat ook een heel safe gevoel geeft bij deze auto, zijn toch wel die keramische remschijven eronder.
sta je er hard op, dan ligt echt je kunstgebit voor op het asfalt, want hij remt echt briljant. Wat wel opvalt is dat het interieur minder sportief of hardcore sportief is eigenlijk dan een GT3 of een RS. Die hadden toch die kuipstoelen, die puntgordels. En dan zat je echt wat, ja, alsof je in een raceauto zat. En dit is meer, ah, hij is eigenlijk best wel comfortabel. In die eeuwigdurende zoektocht naar het verminderen van kilo's heeft Porsche weer een paar leuke foefjes gevonden. Ze hebben ze bij de keramische remschijven er weer een paar kilo afgesnoept. En wat echt mooi is bij de uitlaat, die hebben ze namelijk voor het eerst op een 911 van titanium gemaakt. Ziet er ook best wel stoer uit, ja, en het scheelt weer 9 kilo. Die banden die zijn echt bijzonder. Het zijn Michelin Pilot Sport Cup banden. En wat je ziet is, maatje 325 overigens achter, niet echt smal. Maar het is natuurlijk verboden om in Nederland op sliks te rijden. Wat ze nou hebben gedaan is aan de bovenkant, zeg maar, hierop zit gewoon profiel. Maar als je echt sportief gaat rijden, dan rij je natuurlijk een beetje op de buitenkant van je band. En je ziet hier, die zijn gewoon helemaal vlak. En dan rij je ineens wel op sliks. Het is nog legaal ook. Zo, dat was een middagje spelen met de Porsche GT2. Fantastisch. Ja, dit soort auto's moet je vergelijken met de Ferrari 430 Scuderia, Lamborghini LP640. En waar staat deze dan? Nou ja, voor dit geld, voelt allemaal net even wat perfecter aan. Je kunt ook zeggen, ja, minder emotie, omdat zo'n Ferrari, dat maakt natuurlijk meer herrie. Maar dit is stiekem gewoon beter. Eén nadeel, ik heb hier mijn Porsche sleutel. Van een gewone 911 Carrera S. Ja, dat wordt afzien. Maar het scheelt wel ruim een ton euro's. Dus die hebben we dan weer verdiend vandaag. Hoi.